Dit is het Texaco tankstation aan de Molenstraat in Oudenbosch. Drie donkere mannen komen binnen, waarvan één een pistool op het hoofd van de medewerker zet. Geld en sigaretten, daar gaat het ze om. Alles verdwijnt in een plastic tas en binnen no time staan ze weer buiten. En we zitten de daders even voor u op een rij. Het gaat om drie donkere, negroïde mannen die er via de Molenstraat in Oudenbosch vandoor gingen. Wie heeft een vermoeden wie dit kunnen zijn? Of waar de politie ze kan vinden?